Ja, goedendag, middag, ochtend. Ik heb de eer om vandaag Karel van Wolferen's plaats in te nemen bij het voorlezen van het hoofdartikel van het volgende nummer. En dat heb ik ook mogen schrijven omdat hij verhinderd was deze week. En als jubilerend hoofdredacteur is hem dat graag gegund, nu we aan de tweede jaargang beginnen. Mijn stuk is geïnspireerd op het optreden van Gideon van Meijeren en het is getiteld Ridders zonder vrees of blaam. In de middeleeuwen waren ridders de helden waarover in alle Europese talen de lof werd gezongen. Het verhaal van koning Arthur en de ridders van de Tafelronde, het Franse Rolandlied, allemaal verhaalden ze van toonbeelden van moed en deugdzaamheid. In onze contrée was er het verhaal van Karel en de Elegast, geschreven in de 13e eeuw, waarin ridder Elegast, verstoten door Karel de Grote, uiteindelijk blijkt een nobele ridder te zijn. In dezelfde periode richtten de graven van Holland het Binnenhof op, met de later zogenoemde ridderzaal als ontvangsthal. Nog veel later werd het Binnenhof de zetel van ons parlement, maar ridders waren er toen niet meer. Of toch wel? In het tweede jaar van de coronamachtsgreep is de inzet van de politiek het al of niet herstel van de inmiddels afgeschafte democratie en de rechtsstaat. Degene die op het Binnenhof stem geven aan de even absurde als levensbedreigende COVID-maatregelen, moeten over een moed beschikken die niet onderdoet voor die van een middeleeuwse ridder. Daarbij kan hij of zij echter uitgaan van een snel groeiend maatschappelijk draagvlak. Want het lijkt dan op het eerste gezicht dat er nog steeds een grote mate van conformisme overheerst, met het massaal laten prikken als teken van klakkeloze volgzaamheid. Maar in de maatschappij broeit het. Ja, er is sprake van een nog onder de oppervlakte verborgen, opgehoopte frustratie met de bestaande situatie. Die frustratie is volgens diverse waarnemers in grote delen van de bevolking en gaat niet alleen over vaccinatie of niet. Als dat zo was, zou het pleit in ons land al beslecht zijn. Maar de ongelijkheid, de verspilling van miljarden door de koppig aanblijvende demissionaire regering Rutte, diens leugenachtigheid, het wanbeleid van de dames Kaag en Bijleveld, de verstoorde woningmarkt en het afknijpen van de boeren, alles voedt de sluimerende onvrede. Wie op 5 september in Amsterdam in de grote demonstratie tegen de COVID-maatregelen meeliep, heeft kunnen vaststellen dat er een groep in de bevolking is die zich diepgaand heeft geïnformeerd over het virus en de krachten die er gebruik van hebben gemaakt om een preventieve contra-revolutie door te voeren. Duidelijk is dat de samenstelling van de protestbeweging zeer divers is. Alle leeftijdsgroepen, bij de anti-corona-pasdemonstratie van 18 september jongstleden eveneens in Amsterdam, met name ook gezinnen, uiteenlopende sociale herkomst en opvattingen, ga zo maar door. Kortom, manifestaties die qua samenstelling een dwars doorsnede van de Nederlandse maatschappij zijn. De pogingen van de media om het verzet af te doen als extreem rechts doen daar niets aan af en maken alleen maar duidelijk dat men niet wil of kan zien hoe breed en diep verankerd de tegenbeweging aan het worden is. Maar hoe zit het met de vertegenwoordiging van de brede beweging, in de politiek? De reguliere media kunnen we hier gevoeglijk buiten beschouwing laten, al is het feit dat de kijkcijfers van met name de praatprogramma's op tv ingestort zijn, een aanwijzing voor de snel veranderende stemming in de maatschappij. In het parlement, zelf tot voor kort een van de droevigste praatprogramma's, dat zijn levendigheid vooral ontleent aan het onvermoeibaar heen en weer rennen van bodes die met schoonmaakdoekjes de interruptiemicrofoons en het bordes ervoor ontsmetten, was het tot voor kort niet veel beter gesteld. Soms lijkt het alsof er meer ontsmet wordt dan gezegd in ons parlement, want in de verder meest lege vergaderzaal zijn het de bodes die het meest opvallen. Toch is de tijd dat slechts Wibram van Haga op het thema corona de regering tegensprak voorbij. Zeker het coronapaspoort en het daarbij horende apartheidsstelsel kwamen er op 15 september jongstleden nog met een kleine meerderheid door.
ongeacht artikel 1 van de grondwet, internationale verdragen en eerdere Kameruitspraken tegen discriminatie van ongevaccineerden. Maar de onvrede, zowel de manifeste als de sluimerende onvrede over wat zich voltrekt onder leiding van Team Rutte, heeft inmiddels een bredere weerklank in de Kamer gekregen. Degene die daarbij als eerste moet worden genoemd is Gideon van Meijeren. Hij voldoet in alle opzichten aan het eerder geschetste profiel van de ridder zonder vrees of blaam. Van Meijeren paart grote persoonlijke moed aan een doorleefde kennis van zaken. Ondanks die eigenschappen is het niet eenvoudig om de feiten te bedden te brengen, terwijl de betrokken bewindslieden verveeld op hun telefoontje zitten te kijken of stukken doornemen. Vooral Hugo de Jonge is een toonbeeld van onbeleefdheid en mag graag met zijn rug naar een hem onwelgevallige spreker gaan zitten. Maar onze nieuwe Kamervoorzitter, afkomstig van hofleverancier D66, lijkt zich hier weinig aan te storen. De oplossing van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas voor de ongemanierdheid van de kabinetsleden om onder elkaar te blijven kletsen, gewoon wachten tot zij uitgesproken zijn. Het is immers onbeleefd om er doorheen te praten. Alweer iets waar de Kamervoorzitter geen oog voor heeft. Het optreden van Van Meijeren, waarbij hij de COVID-maatregelen vergeleek met de Duitse bezetting en in alle opzichten gewettigde, zij het natuurlijk nooit waterdichte vergelijking, leidde tot heftige tafereel. De interrupties van de kant van de oppositie, die niet inhoudelijk waren, maar alleen bestonden uit half verstikte verontwaardiging over het doorbreken van een taboe, waren krachtig ondersteund door de Kamervoorzitter, die de heer Van Meijeren tot tweemaal toe tot de orde riep en eiste dat hij afzonderlijk met haar overlegde over de ernst van zijn vermeden overtreding. Terecht liet hij zich daardoor niet van de wijs brengen, want een Kamerlid is ten alle tijde vrij in het uitspreken van zijn of haar mening en zelfs al zou hij daarbij strafbare uitlatingen doen, hetgeen hier volstrekt niet het geval was, dan is hij gevrijwaard van strafvervolging. Het was de Kamervoorzitter die de regels overtrad, niet de 21ste eeuwse ridder Gideon van Meijeren. Iets dergelijks gebeurde overigens ook in de vergadering van de Vaste Kamercommissie van Justitie, waar Van Meijeren aan de orde stelde dat de slachtoffers van pedofiele praktijken van hoge justitieambtenaren daar niet wilden verschijnen vanwege gebrek aan vertrouwen in de commissie. Hier werd hem de moed gesnoerd door de commissievoorzitter, ook van D66, die hem verbood te spreken over ambtenaren, die overigens ongenoemd waren gebleven, behalve dan dat zij verdachten zijn in deze kwestie. De beweging die zich manifesteert in demonstraties en protestbijeenkomsten, zoals op 11 september in Driebergen, is dus rijk geschakeerd. Maar is dat ook het geval met haar vertegenwoordiging in het parlement? Die zou dan toch ook kamerbreed moeten zijn, al kan verzet zich nooit beperken tot de formele politiek. De verzuchting van voornoemde Caroline van der Plas dat het helaas niet gelukt was de apartheid tegen te houden is immers niet genoeg. Politiek bestaat erin aan te voelen wat er in de maatschappij leeft en dat kan niet worden beperkt tot alleen een stemming in de Tweede Kamer. In januari dit jaar stemde een kamermeerderheid tegen de invoering van een apartheidsstelsel middels een coronapaspoort bij motie van Kamerlid Azar Khan van DENK. Alleen VVD, CDA en D66 waren tegen. 10 maart echter diende Jette van D66 een motie in om het paspoort juist zo snel mogelijk in te voeren en waren opeens 110 leden voor. Dat behalve VVD, CDA en D66 ook PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SP voor deze motie stemden, onderstreept dat het historische links de banden met de bevolking definitief verbroken heeft. 15 september, jongstleden, was de meerderheid fors afgekalfd, maar het verzet nog niet in staat om de invoering te verhinderen. Toch werden er harde noten gekraakt, bijvoorbeeld toen Van Haga, inmiddels met zijn eigen parlementaire groep, zelfs gevangenisstraf in het vooruitzicht stelde voor degene die grondwet en internationale verdragen schenden. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat het bij de voorvechters van de democratie en de rechtsstaat niet meer om eenzame, dolende ridders gaat. Naarmate de protestbeweging tegen de onder het mom van gezondheidspolitiek ingevoerde digitale apartheid breder wordt,
zal ook de parlementaire vertegenwoordiging ervan breder worden. Het blijft een schandaal dat de historische linkerzijde haar verantwoordelijkheden zo schaamteloos laat liggen, terwijl in de demonstraties hun vroegere aanhang zo duidelijk aanwezig is. Goed, we beginnen dan met de feitenkennis en strijdbaarheid van Gideon van Meijeren, Van Haga, de mannen van Denk, Omtzigt, Caroline van der Plas en dan verder in de breedte. Nu al hebben eerstgenoemden de eer van de Kamer gered door als ridders zonder vrees of blaam hun mannetje te staan. De strijd voor de vrijheid zal echter nooit alleen in het parlement worden beslecht, maar in de maatschappij. In het ridderverhaal van Karel en de Elegast is het hof de plek waar het veilig is, waar keizer Karel denkt van niemand last te hebben. Zijn vazal Elegast heeft hij verbannen naar het woud, waar het gevaar schuilt. Vanuit het Binnenhof in Den Haag gezien is de maatschappij het woud, de plek waar alles onzeker en bedreigend is. Maar in het oude ridderverhaal moet de keizer uiteindelijk vaststellen dat hij Elegast ten onrechte verjaagd heeft en gaat hij zelf het woud in om zich met hem te verzoenen. Zo zal ook de Kamermeerderheid tenslotte moeten inzien dat men de vertegenwoordiging van de hele maatschappij vormt in alle schakeringen. Die maatschappij, de samenleving, verdraagt zich niet met de coronawaanzin en de digitale apartheid.